Brabant maakt zich op voor de lerarenstaking morgen, want het basisonderwijs staakt dan. Leraren willen een eerlijk salaris en minder werkdruk. Maar op de basisschool De Schakel in Eindhoven begon de actie vandaag al. Meester Guy en meester Frank wachten niet op morgen. Zij begonnen vanmiddag al met actievoeren. Ze gaan op de fiets naar Den Haag. Al jaren krijgen leerkrachten de basisschool minder betaald. Al jaren wordt de werkdruk zwaarder. Het is echt een probleem. Elk jaar wordt het erger. En ze willen steeds meer en met steeds minder. En dat houdt op. Dat gaat niet langer. Het is het arbeidsveld waar de meeste burn-outs in voorkomen. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja, het moet veranderen. Het werkdruk moet naar beneden. En daarom gaan we. Guy en Frank stoppen onderweg in allerlei plaatsen om flyers uit te delen en hun verhaal te vertellen. En dan hopen ze morgenmiddag in Den Haag te zijn, op tijd voor de grote demonstratie. We hebben nog een eindje te gaan. Ja, veel basisscholen die zijn morgen dus dicht. Maar wat doe je nou als ouder met de kinderen? Ja, precies. Een leuke dag van maken. En de leerkrachten steunen erin. Ja. Ja, dat weet ik eigenlijk nog niet. Oh. Relaxen. Hey! Ja, morgen ga ik werken. Ja. En wat ga je met de kinderen naartoe? Naar oma, toch? Ja? Morgen naar oma, ja. Ja, die oma's toch, als we die niet zouden hebben. Nou, duizenden kinderen die kunnen dus niet naar school. En ouders zoeken oplossingen of het nou bij oma is of ze nemen zelf vrij. Maar ja, niet iedereen kan zelf vrij nemen. En dus zoeken ze die oplossingen, verslaggever Tom van de Oetelaar. Jij bent bij een van die oplossingen. En wat voor een, hè? In Tilburg. Ja, Cindy, hoe hou je je kinderen rustig? Nou ja, hier in Tilburg dus op een springkussen natuurlijk. Want hier gaan ze, Wout Jansen, jij weet er van alles van. We zijn bij een buitenschoolse opvang op dit moment in Tilburg. Een sportieve buitenschoolse opvang. En jullie gaan de kinderen dus ook sportief bezighouden, hè? Ja, wij hebben met de vier sportbezo's in Tilburg hebben wij een zeskamp georganiseerd. Voor de kinderen van 4, 5 en 6 jaar. Nou, die komen hier naartoe. We zijn de springkussens al aan het testen. Een van de onderdelen. En de 8-plussers hebben een speciale outdoor dag voor. Dan gaan we de hele dag naar buiten. Gaan we tokkelen, kratten stapelen. Een speleologietocht. Echt een actieve dag. En hoeveel kinderen hou je zo bezig? Hier op deze locatie ongeveer 150. En er zijn ook ongeveer 150 kinderen die met de autodag meegaan. Dus bij elkaar zitten we kleine 300 kinderen. Kijk, 300 kinderen zijn in Tilburg onder dak. Maar dit is niet de enige plek waar je naartoe kan met je kinderen. Want hier kan je trouwens nog niet meer terecht, hè, Wout. Dat is helemaal vol. Helemaal vol, helaas. Maar voor 300 kinderen is onderdak. Maar er zijn natuurlijk veel meer alternatieven verzonnen. In Den Bosch kan je naar het theaterdag. Je kunt naar allerlei hockeyclubs in Brabant. Die houden clinics. Er is een werkgever in Eindhoven, een bank die ik niet kan noemen, maar die houden een neem je kind mee naar school dag. En verder zijn er natuurlijk al die speelpaleizen waar je met je kinderen naartoe kunt. We hebben even gebeld met die in Bergen op Zoom. En daar hebben ze extra personeel ingehuurd, want ze verwachten daar een topdrukte.